Het is onrustig momenteel bij VV Venlo. De ploeg staat 3 wedstrijden voor het einde, 1e laatste en vecht dus voor lijfsbehoud in de Eredivisie. Maar er is ook wat aan de hand met Nordin Amrabat. Een deel van de spelersgroep zou het een beetje gehad met hem hebben, omdat hij te veel aan het eigen belang denkt. En André Wetzel overweegt zelfs om hem buiten de ploeg te laten de resterende 3 wedstrijden. Nou, er is natuurlijk het hele jaar al een beetje een onrust in de groep. In de zin van dat mensen zeg maar, vinden dat Nordin zich op een bepaalde manier gedraagt. En dat doet hij ook hoor. Maar er zit wat mij betreft niet zoveel kwaaie wil achter. Maar het gedrag moet wel veranderen. En we doen daar elke week doen wij daar iets aan. We hebben daar gesprekken over. Maar ik denk dat nu het moment is gekomen dat praten niet meer helpt. En dat we maatregelen moeten nemen. Want de ploeg die gaat zich eraan dermate aan ergeren dat het een probleem wordt. En dan moet ik voor de ploeg kiezen. Maar ik merk natuurlijk wel de irritaties in de groep. En als de beslissing genomen moet worden om iets anders met Nordin te doen, dan neem ik die en niet de groep. Maar het klopt wel dat er in die groep wat gevoelens zijn die richting op. Dus, hoewel er overigens ook mensen zijn die dat helemaal niet vinden. Maar nogmaals, daar heb ik niet zoveel boodschap aan. Ik kijk zelf wat ik vind dat goed is en wat niet goed is. Ik heb heel veel gesprekken gevoerd en ik denk dat nu het moment is gekomen om maatregelen te nemen. En dan denken we aan maatregelen? Nou, het zou zomaar kunnen dat hij zondag niet in de basis start. Dat is wel heel drastisch, want het is in principe je beste speler. Ja, in principe is het ook mijn beste speler als hij doet wat hij moet doen. Maar de laatste 2 weken is hij mijn beste speler niet. En doet hij afbreuk aan het collectief. Dus dat is een probleem. Ik zag nu de training. Dat trainde hij niet bij de Hesjes. Hesjes, dan denk ik altijd basis. Dat zal hier niet anders zijn, denk ik. Is dat een voorbode daarvan? Nou ja, kijken of dat op die manier kan en hoe dat staat, dat ben ik vandaag aan het proberen. Het zal misschien, vrijdag zal hij misschien weer wel bij de Hesjes zitten, dus die beslissing moet ik nog nemen. Het is nog niet zo dat die maatregelen al genomen zijn, maar ik overweeg ze wel en ben daar serieus over aan het nadenken. Het is niet iets wat je heel goed kan gebruiken op het moment dat je, laten we zeggen, 5-12 is en 3 wedstrijden van het jaar moet gaan spelen. Nee, daarom is het ook een vreselijk moeilijke keuze, want het gaat niet om mijn gedrag naar hem toe. Het gaat niet om mijn ego, zo van kijk eens wat ik kan en wat ik durf. Het gaat om VVV, het gaat om de club en de belangen zijn heel groot. Dus ik doe alles eraan om hem bij te houden, juist omdat ik vind dat hij een hele belangrijke speler voor ons is. Maar er is een grens, daar waar hij zeg maar, het ploegbelang gaat schaden, moet ik altijd voor de groep kiezen. Dus op dat punt zitten we nu een beetje, dus ik worstel daarmee. Ja. Wat doet André Wetzel eigenlijk volgend seizoen? Nou, die André Wetzel die geeft daar pas uitsluitsel over als er werkelijk een beslissing gevallen is. En die beslissing of ik naar Den Haag vertrek of bij VVV blijf is nog niet gevallen. En die zal echt op korte termijn genomen worden. Als die beslissing valt, dan zal ik het vertellen. En verder denk ik dat de aandacht op VVV gericht moet zijn en niet op André Wetzel. Nee, maar ik vraag het ook omdat er opeens de naam van Martin Jol rondzinkt in het Haagse. Die zou opeens in beeld zijn. Dan denk ik, goh, volgens mij zou Wetzel daar toch heen gaan. Ja, ik weet natuurlijk wat er speelt en hoe de gesprekken verlopen. Dus eerst hele grote stukken over Dick Advocaat in allerlei kranten. Daarna hele grote stukken over Jol in allerlei kranten. Er zijn waarschijnlijk mensen een beetje in paniek en daar word ik alleen maar rustiger van. Ja. Maar uw eerste optie is nog steeds Den Haag? Ook al blijft VV erin en blijft Den Haag in de Tote Divisie of in de Jupiler League moet ik zeggen? Ja, goed, dat is natuurlijk wat ik in overweging neem. Een stap terug sportief, maar mijn eigen club naar de Eredivisie helpen is in 3-4 jaar tijd is ook een hele mooie opdracht. Maar ik heb het ook fantastisch naar mijn zin bij VVV, dus daarom is die keuze ook zo moeilijk. Ja, dankjewel. Wat zei je gewoon